Melkhandelaar Dekker, een vertrouwd beeld in de Middelburgse straten. Dan hebben we hier een hondenkar, daar begon het vroeger feitelijk mee. Vroeger werd de hond als strijkhond heel erg gebruikt. Er waren in allerlei vormen werd die gebruikt. De hond werd vroeger als strijkdier gebruikt, net als dan nu de paarden gebruikt worden. Vanaf 1500 ongeveer wel. Tot 1950 ongeveer is die ook door de melkhandel gebruikt. Op een gegeven moment werd de hond dus verboden, maar voor die tijd werd die gebruikt voor de trekkracht. Hè. Men hoefde niet te sjouwen. Heel veel liep die onder de wagen, dan kon je hem ook mee rijden. En net als mijn paard is die ingespannen. Hier staat een kleinere hond onder. Vroeger hadden ze wel wat grotere honden, nu zo groot als Sint-Bernard. En die hadden heel veel trekkracht. Nou, zoals jullie zien werd er alleen losse melk in die tijd verkocht. Ik kwam zo van de boer, vaak ook helemaal niet dat het op de fabriek geweest was. Vooral in de steden liepen ze met deze hond rond. Deze melk werd zo gebracht in de open lucht. Af en toe lag je strooi tussen de kan in om de melk wat koel te houden. Dat isoleerde wat, vooral in de zomer. En elke dag werd daarmee bezorgd, want ja, de melk bleef maar één dag goed in die tijd.